We kijken vandaag naar Psalm 141. Boven die psalm staat een gebed in verzoeking. En als je die psalm leest, dan zie je dat David in grote nood is. Hij roept de Heere aan. Vers 1. Heere, ik roep u aan. Kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. En verder, in vers 8. Maar op u zijn mijn ogen gericht, Heere. Tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat mijn ziel niet berooid achter. Bewaar mij voor de knellende strik die ze mij gezet hebben. Voor de valstrikken van wie onrecht bedrijven. Hij is in grote nood. Hij wordt van alle kanten wordt hij aangevallen en hij vreest voor zijn leven. Als je die psalm leest vanaf het begin, dan zie je dat er in vers 3 al een hele wonderlijke wending staat. Hij heeft het niet meer over zijn vijanden. Hij heeft het niet meer over de nood waarin hij zich bevindt. Maar hij heeft het over zichzelf. Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Om goddeloze daden te verrichten. Met mannen die onrecht bedrijven. En laat mij niet eten van hun lekkernijen. Hij wil waken over zijn eigen hart, over zijn eigen mond, over datgene wat hij kan zeggen, terwijl hij in de nood, in de verdrukking is. Hij houdt zijn ogen niet gericht op zijn vijanden. Hij wil zijn ogen gericht houden op de Heere, omdat van hem zijn hulp is. Misschien staat hij zelf wel in verzoeking om te neigen naar dat verkeerde, naar die mensen om hem heen die hem willen verlokken naar het verkeerde. En hij vlucht naar de Heere. Maar dan die zin in vers 3. Heere, zet een wacht voor mijn mond. Te midden van die nood, te midden van die moeite, mag ik niks verkeerd zeggen. Behoed de deur van mijn lippen. Hij weet dat die nood om hem heen, dat hij God ervoor kan aanroepen. Maar dat misschien wel de grootste moeite, de grootste uitdaging op zo'n moment, niet die vijanden zijn, niet die verlokkingen zijn, maar zijn eigen mond. In wat hij zegt, in hoe hij zich uit, in die uitdagingen, in die moeite, in de verzoeking. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Mag dat ons gebed zijn, in welke situatie ook. Of we vrolijk en blij zijn, als goed gaat, of als we in zo'n situatie zitten zoals David, in nood, in moeite, in verzoeking. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.